Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. We zijn er weer, het is vandaag zondag. En vandaag is het weer een aflevering van Somma op pad. Zoals jullie voor mijn neus zien, heb ik gewoon weer de carrière voor me. En we zijn ready man. Gisteren stonden we in de halve finale met Real Madrid. Maar dit keer, dit keer gaan we voor de finale man. Volgens mij, als het goed is, zijn we door. Heb je de aflevering van gisteren niet gezien? Ga die meteen kijken. Laten we doorgaan. Op een volle vaart. Hè? Wat is dit dan? De Supercup. We spelen finale. Ja hoor, eerlijk. We gaan finale spelen tegen Atletico Madrid. Even kijken hoeveel ik mag gaan spelen. Oh, ze zetten me wel weer in een kutpositie, man. We staan 1-0 achter tegen Atletico Madrid. We moeten scoren. 83ste minuut ga ik erin worden gezet. Ja, we zullen het zien, man. Daar gaan we dan. Oh, Benzema gaat eruit. Ik moet een 6,5 halen. Een doelpunt of een assist maken. En één keer gewoon op doel schieten, man. Kom op, Chatmo. Laat zien. We gaan die finale moeten winnen, jongen. Jullie moeten even beseffen, hè. Als ik deze finale win, wat voor reputatie dat aan mijn spelen kan geven. Hey, deze Atletico Madrid past heel vervelend rond. Maar wacht, volgens mij heb ik de bal. Nee, ik heb hem toch niet. Ik pas hem zelfs verkeerd. Nee, ze gaan toch niet scoren. Nee. Oh, ze hebben gescoord. 2-0 achter. Dat kwam allemaal door mij. Dat meen je toch niet? Nee, boys. Yusuf, dit mag toch niet? Nee, ik wil die finale winnen. Zet druk. Ja, heerlijk. Geef de bal maar aan mij. Oké, ze zijn nog aan de bal. Oh, Chatmo. Chatmo rent er langs. Nee, linkerbeen. Heerlijk. 2-1. Perfect. Mijn hart. Oh, box. En dan gaan we naar achter. Oh, dit. Maar we moeten winnen, hè. Even. We zitten in de 90ste minuut. We moeten sprinten. 1 minuut extra tijd. Oh, ik moet sprinten. Ja. Nee. Oh, ik heb het verpest. Nee. Vraag om de bal. Krijg de bal. Ja, bismillah. Nee. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Wat? Hoe ik daar langs dribbel? 2-2. Oh, hij fluit ook meteen af. We gaan een verlenging spelen. Chatmo, 2 goals gemaakt. Als je nu niet een vast contract krijgt of gewoon ergens anders gaat spelen, bro. Dan weet ik het ook niet meer, man. Laten we er ook gewoon meteen een 3-2 van maken, man. 4-2 eventueel zelfs. Ja! Ik kom er langs. Oké, rust. Rust jezelf, man. Oh, ik geef wel een mooie paas. Oh, ja, had hem nog bijna gescoord. De bal maar diep. Top. Vraag hem de bal weer in de diepte. Ja, dit is heel mooi uitgespeeld. Dan kiezen we voor de verhoek. Toch niet. Oh mensen, ik moest toch voor de korte hoek gaan. Abdoukadir. Ja, en dan de verhoek. Wat? Oh, ik dacht dat hij erin ging, maar in de korte hoek. Oh joh, als die er ook al in ging. Oh, ik zou toch deze camera kapot maken. Oh, maar... Wacht trouwens. Oh, we mogen echt niet scoren, besef ik me nu. Oh, Mo. Oh, Chatmo Somma. En hij wordt van de bal afgezet. Nee, we gaan toch niet scoren nu? Nee. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat mag... Nee, dat mag niet, zei ik. Nee, dat gebeurt echt. Oh, nee. Tijd gaat supersnel in deze verlenging. Het is al 119e minuut bijna. Nee, we hebben verloren. Nee, verloren. Hij fluit af. Oh, we hadden deze beker moeten winnen. Hé, we hebben wel de doelstellingen bereikt, maar niet dat ik er heel blij mee ben. Hé, ik krijg een mailtje. Oh, ze willen me uitlenen naar Heidenheim. Het is een Duitse club. Alleen, ze bieden me wel 92.000 euro per week. Volgens mij is dat meer dan dat ik bij Real Madrid verdien. Ik weet niet. Ik wijs hem voor nu af. Maar jullie kijkers mogen in de reacties achterlaten wat misschien beter is voor mij, man. Voortaan als ik een aanbieding krijg of wat ik anders zou moeten doen. Laat dat dus zeker weten in de reacties, want die lees ik zo. Ja man, dan mogen we gaan spelen tegen Real Betis man. Als jij thuis geen drink hebt, pak even wat drinken. Is lekker, super lekker. Gezond, water. Daar ben ik. Kroos gaat er dit keer uit. Ik moet een 6,5 halen, 1 doelpunt maken en 7 passes geven. Ah weet je, laten we voor scoren gaan, dan weten we dat we sowieso goed zitten. Hé! Hey! Ik had die man lijp uitgedribbeld, maar hij komt met een gekke slijding. Oh, iemand anders neemt hem. En heel scheef ook. Hop! Buitenspel hè. Nee, geen buitenspel. Wauw, dan heb ik echt een ultra mooie paas gegeven. Oh, de tering. Wat een mooie paas.
Ik dacht dat de speler buitenspel stond. Vandaar dat ik ook niet meer meerende. Hij mooi onderschept. Oh, jammer dat je... Hé, trouwens, je kan hem gewoon aan me geven. Oké, zal ik zo'nzelfde soort paas geven? Maar dit keer is hij al buitenspel, hè? Had ik verwacht. Moest ik mee opletten, man. Oh. 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 Wauw. 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 Omhaal gewoon. Oh mijn god. Kijk hoe mooi. Dik, 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 dik. Het is 4-0 geworden. Laten we even gaan kijken naar mijn doelstellingen. Hey mensen, we hebben alle doelstellingen bereikt. We krijgen weer een mailtje. Een leenaanbieding voor FCSB. Hey man, afwijzen. Ik ga niks doen totdat de kijkers blij zijn met wat ik doe. We staan sowieso op nummer 1. Staat op de stand. En we moeten tegen Villarreal. De nummer 6. Laten we eerst even gaan trainen, ja? Ik ga het zoals gisteren doen in de vorige aflevering. Ik ga even 3 trainingen uitkiezen. Jullie mogen meekijken. Dat zullen dit keer... Laten we schieten even trainen, ja? Weet je wat? Normaal gesproken skip ik alle trainingen. Maar dit keer mogen jullie meekijken. Oké, ja, ik zie al wat ik moet doen. Ik moet er doorheen... En dan moet ik in die gaten gaan scoren. Kijk, eentje. Oh, die had erin gemoeten. Laten we die C accepteren. Laten we doorgaan naar de volgende training. En dit is een aanvalscenario. Maar dit is dus, ik kan ook gewoon zo sweaten. Oh, maar die keeper is kolo snel. Maar geen stress. Yo, die keeper... Speel ik tegen Edwin van der Sar. Wauw, wat een vieze goal. Volley. Geen stress, we hebben een B. Laten we doorgaan. En dit is dus Hoe ga ik hem verdedigen als die man al meteen schiet? Deze man dribbelt me helemaal uit. Yo, dit ga ik toch nooit kunnen verdedigen? Dit waren alle dingen. En mijn... Bar is linksbovenin een beetje omhoog gegaan. Dus we kunnen zo meteen misschien zelfs basis gaan spelen. Moeten we nu tegen Villarreal? Mijn doelstellingen zijn... Sowieso een 6,5. Ja, 3 passes op de helft van de tegenstander. En gewoon goed dribbelen, man. Easy job. 64ste minuut. Genoeg tijd, joh. Kijk hoe hij mij slijt. Mooie paas. Even kijken wat ik ga doen. Ik geef hem wel de bal. Niet hem. Ik zag iemand anders lopen. Mooie paas. Kijk hem rennen. Och, slechte paas. Maar geen stress. Ik heb de bal nog en daar gaat het om. Oh, Chatmo gaat zelf. Mooie goal, Chatmo. Heerlijk. Heerlijk. Zoals het hoort. Ik ga niet eens celebraten. Ik ga meteen door met het potje. Oh, nee. Chatmo is wel echt goed geworden, vind ik, man. Al zeg ik het zelf. Het is een snelle speler geworden. Een snelle sommen. En hij kan goed dribbelen, man. Ik heb daar goed op getraind. Wel echt luid dat hij dat goed kan. Zijn fysiek is alleen nog niet zo hoog. Maar daar gaan we op trainen. Dat komt nog allemaal. Gaat hij nou scoren? Nee, beste. Beste. Wauw, ik dacht heel even dat hun ook zouden scoren. Hé, hey, die mannetje leek op Matthijs de Ligt. Wauw, mooie paas. Oh, ik zeg toch, deze Somma kan dribbelen. Ik zei al lang tegen jullie. En wat gaan we doen? We gaan deze hoek pakken. Helaas. Kut, man. Even. Die had erin gemoeten. Deze wedstrijd hebben ze me toch geen doelstelling gegeven van je moet scoren. Ik moest alleen goed dribbelen en dat hebben we wel gedaan. Dus dat zit wel goed, toch? Pas hem lelijk door. Ik ben niet in vorm, man. Kijk, kijk. Oh, ik ben echt niet in vorm. Misschien best de controle gewoon wegleggen, weggooien of zo, man. En loopt mijn game nou vast? Misschien op mijn OBS, wacht. Ik heb het beeldmateriaal gekeken, mensen. En het beeld liep inderdaad vast, ja. Sorry, jullie hebben die goal dus niet gezien. Maar we hebben wel een 3-0 gemaakt. Kijk, zomaar daar staan. Misschien gaan jullie het doelpunt nu ook wel even zien. Kijk hoeveel mensen blij zijn, jongen. Was een lijpe goal. Dat hem 2 keer onderschept van diegene. En dan van best wel afstand. Hop, in de hoek. Chatmo, 5 doelpunten in 19 wedstrijden. Is dat veel of is dat weinig? Dat is weinig. Mooi. Nee! Oh, als die erin zou gaan, zou het chaos zijn hier. Wow, hij kwam daar dan mooi. Oh, dribbel. Chatmo de dribbelkoning. Oh, oh, Chatmo de dribbel. Oh. Ho, ho, ho. Spannende laatste minuten, man. Wedstrijd is al afgelopen. Ik krijg niet eens die corner. Heel apart. Maar geen stress, man. Nee. Hebben we 1 doelstelling niet behaald?
Voltooid 3 passes op de helft van de tegenstander. Hoe heb ik dat niet behaald? Ik heb zoveel in de aanval lopen rennen en lopen passen. Ja, jammer. In ieder geval, dit is hem dan geworden voor vandaag. De volgende keer de Copa de España spelen en niet de Supercup dus. Oké, ik ben benieuwd man. Mensen, ik vind wel dat er wat meer saus op deze serie moet komen. En de mensen die tot het eind hebben gekeken zijn strijders. Tof dat je er nog bent dus. Laat zeker in de reacties weten dat ik volgende keer beter kan doen of anders kan gaan doen. Want anders gaat het eentonig worden en dat wil ik niet. Wel leuke content blijven leveren. Over leuke content gesproken. Morgen om 4:30 weer een nieuwe roleplay aflevering. En ik zie dat die echt enorm goed wordt bekeken. Dus ga die morgen om 4:30 checken. En tof dat jullie ook vandaag gewoon hebben gekeken. Want de dagelijkse upload is grinden man. Abonneer zeker, want we gaan richting de 50.000 abonnees. Laat zeker een like achter en een reactie over deze serie. En dan zie ik jullie morgen om 4:30. Yo. Hoe je ziet als ik step op look, ik pak het echt weer naar je kop. Hij loopt mij, maar ik geef geen fok, bitch, geef me het, ik zo niet naar loop. Lil m'n hoofd, hij gaat op blok, ik heb genoeg, hoe samen die rood op. Met je bestie en hij geeft...